Beste kijkers, ik wil u van harte welkom heten bij dit programma Land, Land, Land. Hoor des Heren woord. Ik wil u vrienden vragen om een eerbiedige houding te nemen, zodat wij voor de troon van onze Heer en Heiland kunnen gaan. Vader, wij danken u voor alles wat u voor ons doet en hebt gedaan. Wij danken u, Heer, voor uw zegens. Wij danken u voor uw bescherming. Wij danken u voor uw liefde. Wij danken u voor uw barmhartigheid. Wij danken u voor uw genade, Heer. En zo vragen wij u, Heer, vergiffenis voor al onze fouten en onze tekortkomingen, Heer. Wij vragen u vergiffenis, Heer, dat wij andere dingen op de eerste plaats zetten in plaats u. Wij vragen u vergeving, Heer, voor al die afgoden die wij dienen, Heer. Heer, wilt u onze harten en onze gedachten reinigen met het kostbaar bloed van uw Zoon Jezus Christus, o Vader. Wilt u ons reinigen, Heer, zodat wij witter dan sneeuw mogen zijn. Vader, zo leggen wij ook onze kinderen in uw almachtige handen, de jeugd. Wilt u met hen zijn, Heer? Wilt u hun harten aanraken, o Vader? Wilt u hun gedachten aanraken, zodat zij op andere gedachten komen, Heer? Dat zij af mogen komen van de brede pad, Heer, en op uw pad mogen komen, Vader. Dat zij u mogen aannemen in hun harten, Heer, en u mogen vinden, o Vader. Heer, wilt u ons gebruiken om het woord van u te verspreiden naar onze medemens, onze naaste. Want u zegt het in uw woord, uw tweede gebod, heb uw naaste lief gelijk uzelf. Zo vragen wij u, Heer, om ons te gebruiken, om onze naaste lief te hebben en het woord van u te mogen voortbrengen, o Vader. Wij danken u, Heer, dat u het mogelijk maakt om via radio en tv uw woord te mogen brengen naar de mens in hun huiskamer, o Vader. Dank u, Heer, voor alles wat u voor ons doet. Heer, als we om ons heen kijken, zijn we in een situatie, Vader, waar wij u harder nodig hebben. Vandaag hebben wij u harder nodig dan gisteren, Heer. En zo smeken wij u, Heer, om ons te leiden door die situaties heen. Niet alleen hier in Suriname, maar over de hele wereld, Heer. En wij vragen u, Vader, om met dit land, Suriname, te zijn en te blijven, Heer. Want u zegent dit land, Heer. Geen overstromingen, geen aardbevingen, geen vulkanen, geen stormen. En toch zijn wij zo ondankbaar, Vader. Dank u voor uw genade, Heer, dat u met dit land bent. En zo smeken wij u, Heer, om de bevolking en de regeerders van dit land te vergeven, Vader. Vergeef ons, Heer, voor al onze kwaad die wij dagelijks doen, Heer. Wilt u ons land leiden, Heer? Wilt u onze regeerders leiden? Wilt u onze regeerders tot besef inbrengen, Vader? Dat u God almachtig bent. En niets en niemand boven u staat, Heer. Wij danken u, Heer, dat wij uw Vader mogen noemen. Wij danken u dat wij bij u mogen komen. In Jezus' naam. Amen. Goedemorgen, broeders, zusters, of goede dag, als het later dan de ochtend is dat u er naar kijkt. We leven in een tijd waar we
ook als gelovige vaak heen en weer geslingerd worden. Je weet eigenlijk niet wat je nou eigenlijk wel en wat je niet moet geloven. En dat is typerend voor deze tijd waarin we leven. En wanneer ik zeg het is typerend voor deze tijd waarin we leven, dan bedoel ik de eindtijd. We leven allemaal in die eindtijd. En een van de tekenen van de eindtijd is dat er allerlei leringen zullen zijn in de wereld. En die leringen die in de wereld zijn, bereiken de gemeente ook. Bereiken u en bereiken mij. En doordat je die dingen allemaal hoort, weet je uiteindelijk ook niet meer wat je nou wel moet geloven en wat niet. Wat die eindtijd betreft, lees ik even in 1 Timotheüs 4 vers 1. Maar de geest zegt nadrukkelijk dat in latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat ze dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen. En daar zie je dus heel erg duidelijk dat dat gaat gebeuren. Het is een teken van die tijd waarin we leven. En dan ga ik even naar 2 Timotheüs. En wat Timotheüs hier zegt, of Paulus hier zegt, dat heeft dan te maken met die tijd waarin we leven. En daar staat er, vers 3, hoofdstuk 2 Timotheüs 4, vers 3. Want er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Dus dat is een waarschuwing voor ons allemaal. En weet u, het is soms heel erg moeilijk, maar we hebben één enorme hulp. En wat is die enorme hulp? En dat is Gods geest. De Bijbel leert toch dat Gods geest overtuigt van zonde en van gerechtigheid. Hij laat je weten wat zuiver is en wat niet zuiver is. En dan is het heel erg belangrijk dat wanneer u luistert naar boodschappen die gebracht worden, of wanneer u luistert naar zaken die mensen naar voren brengen in een gesprek met u of in een andere setting, misschien in een Bijbelstudie. En misschien kunt u niet direct aangeven, maar dit klopt niet, maar u voelt in uw hart, iets klopt niet. Vergeet niet, de Bijbel is geschreven door Gods geest. Het is Gods geest die actief is geweest bij de profeten, bij mannen als Mozes, bij al die andere mannen en vrouwen die gebruikt zijn om woorden in deze Bijbel te plaatsen. En wanneer we dat beseffen, dat Gods geest het hele proces geleid heeft tot het moment dat we die Bijbel die we nu hebben hier kunnen lezen en bestuderen, moeten we beseffen, diezelfde geest die die hele Bijbel heeft doen ontstaan, diezelfde geest is het die precies weet hoe dat woord moet worden uitgelegd. En daarom is het heel erg belangrijk dat u toetst. Toch, er staat in de Bijbel duidelijk dat we alles moeten toetsen. Alles moeten we toetsen. Je moet niet klakkeloos aannemen, maar je moet het toetsen. Je moet erover nadenken. Je moet ervoor bidden. Je moet de Heer vragen, zeg Heer, is dit wat hier gezegd wordt wel zuiver? Het woord van God is volkomen. Het bevat alles. En in 2 Timotheüs 1 vers 13 zegt Paulus tegen Timotheüs: neem tot voorbeeld de gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt. Dus er zijn gezonde, maar er zijn ook ongezonde woorden. Woorden die uitgesproken worden, die jou schade gaan toebrengen, die jou gaan belemmeren in jouw geestelijke groei, die relatie met God daardoor gehinderd wordt.
Ik kan niet genoeg benadrukken, we zijn in die tijd dat er allerlei dualeringen zijn. Laatst luisterde ik weer naar een programma en het begin was heel erg goed, maar op een gegeven moment dacht ik, de dingen die die persoon daar zegt, het klopt niet. En sommige mensen noemen die dingen en zeggen die dingen om, ja, maar met iets nieuws te komen, om telkens iets nieuws te kunnen presenteren, maar wat ze brengen is niet in overeenstemming, is niet in lijn met Gods woord. En daarbij gaat niemand u kunnen helpen, want u hoort die persoon en het is Gods geest die tot u gaat kunnen spreken om duidelijk te maken, wees voorzichtig hiermee. Ik lees even verder. Want er komt een tijd, staat er in 2 Timotheus 4, vers 3 tot 5, wat ik net gelezen, dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. Wat is de gezonde leer? En de gezonde leer, dat is de leer die overeenkomt met de rest van de Bijbel. Het moment dat iemand een tekst pakt uit de Bijbel en daarmee aan de haal gaat en allerlei uitleggingen geeft, dan moeten we al voorzichtig zijn. Want de Bijbel zegt duidelijk, leert duidelijk, het moet in overeenstemming zijn met de rest van de Bijbel. En als dat niet zo is, dan zal de persoon die het brengt afdwalen. Of degene die luisteren en het accepteren, zullen ook beginnen af te dwalen met alle gevolgen van dien. Wat zijn die gezonde woorden? Wat is die gezonde leer waar Timotheus hier over spreekt? En hij zegt, er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen. En het antwoord ligt in de context. Dat wil zeggen in een ander deel van dat hoofdstuk. Hoofdstuk 3, vers 15 en 16. En dan lees ik even. Blijf echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is. En daarmee worden bedoeld die woorden die door de apostelen opgeschreven zijn of genoemd zijn of naar voren gebracht zijn. Blijf gij bij wat u geleerd en toevertrouwd is. Wel bewust van wie gij hebt geleerd. Hier praat Paulus tot Timotheus. En Timotheus heeft ze persoonlijk misschien niet gekend, maar hij heeft een heleboel van die apostelen wel gekend. En zij hebben die leer overgegeven. En dat gij van kindsbeen af de heilige schrift kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. En nou komt het. Elk van God ingegeven schriftwoord is nuttig om te onderrichten, maar dan moet het dus wel in overeenstemming zijn met de rest van de Bijbel, te weerleggen. Dus wanneer je een leer hoort en iets en je voelt hier klopt iets niet, dan zegt de Bijbel, je gaat andere teksten vinden om te kunnen weerleggen wat daar gezegd wordt. De Heer zal je daarbij helpen en Gods geest zal je daarbij leiden. En dan staat er nog te verbeteren, dus het gaat helpen, als ik die gezonde leer heb, zal het mij helpen om steeds meer te doen wat God van me vraagt. En dan staat er als laatste, en op te voeden in de gerechtigheid. Dus dat is die context waarin het staat. In deze tijd merk ik ook, in bepaalde kringen hebben mensen steeds meer moeite met Gods woord. Ik ben zelf niet op Facebook, maar ik hoor van mensen die zeggen, boy, je kan je niet voorstellen wat daar allemaal wordt gezegd. Soms rechtstreeks tegen Gods woord in. En zelfs in evangelische kringen komen de leringen waarvan je alleen maar kan afvragen, maar dat kan toch niet, dat klopt toch niet, dat is toch niet wat de Bijbel zegt.
Laat me een voorbeeldje geven. Wanneer het gaat om LGBTQ, dat is die nieuwe beweging. Er zijn kerken, ook evangelische kerken, die het goedkeuren. En die de mensen van harte welkom heten in hun gemeente. Natuurlijk moeten we niet tegen of mensen veroordelen. Maar het is wel zo, we moeten wel Gods woord duidelijk kunnen brengen. En zeggen van nee, God keurt dit niet goed. En de rol van een man in het gezin. Steeds meer merk ik, die man wordt steeds verder weggedrukt, weggewerkt, ook in de kerken. En de vraag is, is dat wat God wil? Is dat de gezonde leer? Is het dat waar het om gaat? En bepaalde dingen kan je zien in deze tijd. Ze komen de kerk binnen. Het is de invloed van de wereld op de gemeente. Maar er gebeuren ook dingen waarvan je kan zeggen van hey, laat me daar voorzichtig mee zijn. Ja, Titus 2. En in Titus 2, dat hele hoofdstuk gaat erover dat Titus wordt gewaarschuwd. Dus niet alleen Timotheus, maar ook Titus zegt, wees voorzichtig, zorg dat wat je brengt gezonde leer is. Maar gij, kom uit voor hetgeen met de gezonde leer strookt. Dus je moet niet bang zijn om duidelijk te maken, dit is wat de Bijbel zegt. Dit is wat de Bijbel leert. En dat wat hier gezegd wordt, of dat wat geleerd wordt, klopt daar niet mee. En die dingen gebeuren wanneer mensen met één tekst aan de haal gaan. Of met een klein stukje van de Bijbel aan de haal gaan. En dan allerlei zaken uitleggen en naar voren brengen die niet sporen, niet in overeenstemming zijn met de Bijbel. Titus, zegt Paulus, kom uit voor de gezonde leer. Want als je dat doet, zal het een heilzame en gezonde werking hebben, uitwerking hebben op de gemeente. En Titus wordt hier aangespoord, kom met een zuivere leer, kom met een gezonde prediking. Want dat is wat God wil. Er zijn al die dwaalleringen waar tegen gewaarschuwd worden. Dat is niet wat God wil. En het is uw plicht en het is mijn plicht om al die leringen te toetsen, na te gaan. Klopt het wel wat daar gezegd wordt door die persoon die dat zo met vuur naar voren brengt? Titus wordt gezegd van nee, zorg ervoor dat wat jij doorgeeft, dat het zuiver is en dat het een gezonde leer heeft. En die gezonde leer en die gezonde woorden zijn absoluut noodzakelijk om als christen op een correcte manier verder te groeien. Titus 1 vers 9, en dan lees ik dat vers even. Lama, ik had het al gelezen, maar ik nog een keertje. Ietsje eerder ga ik beginnen. Wees gastvrij, met liefde vooral wat goed is. Wees bezadigd, rechtvaardig, vroom, ingetogen. En nou komt het, houd u aan de betrouwbaarheid van het woord naar de leer, zodat u ook in staat zijt te vermanen op grond van de gezonde leer en de tegensprekers weerleggen. Want velen willen van geen tucht weten. Het zijn ijdere praters en misleiders. En daardoor keren ze hele gezinnen ondersteboven. En zo gaat het maar door. Dus we worden gewaarschuwd. Wees voorzichtig. Dat wordt in het bijzonder tegen Titus gezegd. Zorg ervoor dat je daaraan houdt. En dat je dat toetst. En dat is uw plicht. En mijn plicht, broeder en zuster. Om alles wat gezegd wordt, om dat te toetsen. Mijn grootvader is overleden. Maar ik kan u wel zeggen, alles wat de dominee zei. Mijn grootvader maakte aantekeningen.
En dan ging hij het thuis bestuderen of het werkelijk zo was. Wat ik nu merk, veel mensen slikken alles. Niks gaan ze na. Ze onderzoeken het woord niet. Ze gaan niet na of dat wat gebracht is werkelijk betrouwbaar is of niet. Hij deed het. En dat is uw taak en mijn taak. Wij moeten het onderzoeken of het inderdaad betrouwbaar is, inderdaad gezond is. Laat mij met u eindigen in gebed. Lieve Heere God, Vader in de hemel, u kent de tijd waarin we leven en we worden overspoeld door allerlei leringen. En wij, we zitten daar midden in en het overkomt ons. Het kan dat we naar de televisie kijken, het kan dat we naar de radio luisteren, het kan dat we in de gemeente zitten. Het is uw geest. En als we eerlijk en oprecht zijn, dan zal uw geest tot ons hart spreken. En zal uw geest ons duidelijk maken. Geef dat onrustig gevoel, zeg iets klopt hier niet. En we kunnen het op dat moment niet weerleggen, niet tegenspreken. Maar uw geest zal ons daarin helpen om te begrijpen waarom het niet goed is. En waarom dat wat gezegd wordt niet klopt. Heer, behoed ons ervoor dat we klakkeloos alles overnemen, zonder te onderzoeken, want dat is onze taak. Zonder te onderzoeken wat uw woord werkelijk daarover zegt. Heer, zegen ons. We hebben allemaal die taak. Dat is wat uw woord leert. Dat we het moeten onderzoeken en dat we het goede van dat woord moeten behouden. Help ons zeker in deze tijd om dat te kunnen doen. Zegen ons allen, Heer. Vragen en bidden wij u om uw heilige naams wil. Amen. Ik wens u een gezegende dag en een gezegende tijd toe. God zegen, broeders. God zegen, zusters. We'll be right back.
Trots en twijfel weg.